Goedendag, welkom bij GPTV. De reststoffenenergiecentrale in Harlingen krijgt een voorwaardelijke boete voor overtredingen die hebben geleid tot de verhoogde dioxineuitstoot van oktober vorig jaar. De dioxinepiek was een gevolg van een storing op 1 en 2 oktober. De FUMO constateerde 5 overtredingen waarvoor de afvaloven een last onder dwangsom krijgt opgelegd van maximaal €615.000. De overtredingen hebben direct betrekking op de verhoogde dioxineuitstoot. Zo was de actief kooldosering niet in bedrijf. Ook staakte de REC de verbranding niet binnen 4 uur na de storing. Het incident werd niet gemeld bij de provincie. De REC stootte meer koolmonoxide uit dan toegestaan. Ook bleek de meetapparatuur voor stofemissie niet goed te functioneren. De eerste 4 overtredingen moet Omrin per direct oplossen. Voor de 5e overtreding krijgt ze 2 maanden de tijd om de meetapparatuur aan te passen. Mocht de REC opnieuw in de fout gaan, dan moet de boete betaald worden.